Het is zondag. En ik dacht, zondag, het is wel een mooie tijd om weer lekker uit je fucking dak te gaan. Het is weer zo ver. En dit keer, het is nu gaat het echt te ver. Kijk naar de fucking feiten. Kijk naar alles wat er om je heen gebeurt. Vraag jezelf af of het allemaal wel klopt. Iedereen zal doodgaan. We zouden allemaal doodgaan. Het is een killervirus en we gaan allemaal dood. Iedereen zal doodgaan. We zouden allemaal doodgaan. Het is een killervirus en we gaan allemaal dood. Wat is dit voor onzin? Niet lekker op met je virus. What the fuck hebben we het over, man? Nederland, Mark. Hoe durven jullie het gore lef te hebben om ons niet te betrekken bij jullie besluitvorming? What the fuck? Wat is dit voor onzin? Jullie zitten daar door ons. Wij betalen jullie loon. Ons belastinggeld. Dat fucking torentje waar Mark zit. Al die gebouwen. Elke politieauto. Elk politieuniform. Wat elke agent draagt, dat is van ons. De straat waarop wij lopen is van ons. Wij hebben ervoor betaald. Niemand anders. Zijn Nederland. Wij zijn Nederland. Wij zijn Nederland. Wij zijn Nederland. Wij, niet jullie. De hele fucking regering kan een rambam krijgen. Jezelf eruit. Denk voor jezelf. Neem niks klakkeloos aan van niemand. Vooral niet van de staat. Vooral niet van de media. Dit is de kille, koude, keiharde realiteit waarin we leven. Democratie is een façade. Het is klaar met de democratie. Dankjewel, hè, Rutte. Vieze mafklapper dat je bent. Lekker op met je teringzooi. Lekker op met je teringzooi. Lekker op met je teringzooi. Vieze mafklapper dat je bent. Mark Rutte, jij bent bedoeterd, gap. Zoals je altijd hebt geleefd. Weiger je te conformeren aan die stomme belachelijke kutregeltjes die opgelegd worden. Ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee. Het enige echte virus dat er is, het is de fucking overheid. We'll be right back.
glazen bol. En haar glazen bol zegt, it's all fucked. It's all fucked. Mensen zijn tevreden. Weet je wat? Ik ben niet tevreden. Ik vind het niet oké dat ik gebruikt word en uitgebuit word. Ik vind het niet oké dat keuzes worden gemaakt zonder de instemming van het volk, met alle negatieve repercussies van dien. Dat is niet oké. Ik ben net zoals jou ook gewoon maar een normale burger die het allemaal ziet. Alleen de meeste mensen zijn bang om het uit te spreken. De meeste mensen willen er niks over zeggen. Nou, ik trek mijn bek wel open. Want ik ben er helemaal klaar mee. Ik voel me gewoon zo machteloos. Zo in de zeik genomen. Zo genaaid voel ik me. We moeten met z'n allen gewoon wat meer ons bek open trekken. Misschien gaat er dan wat veranderen. We moeten onszelf gaan ontwikkelen. We moeten rationeel gaan nadenken. We moeten met z'n allen zeggen stop. Nu.